Maar ik zeg je één ding. Ik sta in de Efteling. Een hele goede dag. Woe! Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we iets ontzettend leuks doen. Iets waar ik bijna elk jaar naartoe ga. Behalve vorig jaar. Dus nu klopt daar helemaal niks meer van. Maar vandaag gaan wij naar een wereld vol wonderen. Dat is het toch? Ja. Naar de Efteling toe. Samen met Jamie. Yay. En nog twee mensen die wij daar gaan ontmoeten. En wie dat zijn, ga je zo meteen zien. Want eerst moeten wij nog... Je gaat het nooit raden. Raad maar hoe lang wij moeten rijden. Ik geef je heel even. Wij mogen 1,5 uur gaan rijden. En over 75 meter moet ik een bocht naar links maken. Dus dat ga ik over 75 meter doen. In ieder geval, wij gaan vandaag dus een ontzettend leuk dagje meemaken. En jij gaat natuurlijk mee. En wie weet of het tegenkomt, want het zal heel druk worden. Dat wel. En er is dus blijkbaar bij de Efteling van alles fout gegaan de afgelopen dagen. Dus ik ben ook heel benieuwd of vandaag iets fout gaat. Want als er vandaag iets fout gaat, dan is het... grappig. Ik heb geen idee hoe het grappig is. Maar ik heb wel kaartjes gekocht. Die waren iets goedkoper. Ik heb namelijk bij de ANWB kaartjes gekocht. En kreeg ik 8 euro korting of zo per kaartje. En ik heb 4 kaartjes gekocht. Dus het scheelt erg veel. Dus wij gaan vandaag allerlei extra dingen doen bij de Efteling. Wat je normaal niet doet. Want ja, ik heb mijn geld eigenlijk nog bespaard. En als ik het toch niet aan kaartjes uitgeef, kan ik net zo goed bij de Efteling zelf uitgeven. Dus eigenlijk heb ik helemaal geen korting. Wat een kutstreek is het eigenlijk. In ieder geval, wij gaan nu rijden. Want anders gaat het veel te lang duren. En komen we dadelijk te laat. En dat moet je zeker niet doen als je afspraak maakt met iemand. Dan moet je zorgen dat je altijd op tijd bent. Dus wij gaan er nu van door. Tijd om mijn Ferrari te starten. Oh my god, je raadt nooit waar we zijn! Eigenlijk wel, ik heb het net gezegd. We zijn alweer bijna bij de Efteling. We staan nu nog in een file. Kleintje. Het is een file, oké. Maar, ik zeg je één ding. Ik sta in de Efteling. En nu moet ik heel even in de rij gaan staan, want er komt nog iemand aan. En ik dacht, als ik nou toch hier ben, kan ik eerst ook nog een parkeerkaart halen. Want ja, geloof het of niet, als je een auto hebt, dan moet je daarvoor betalen om te parkeren. Want anders kom je er niet meer uit en dat zou hartstikke vervelend zijn. Dus dat ga ik nu even doen. Daarna gaan we parken. En ik heb een challenge bedacht voor vandaag die ik sowieso wil gaan doen. Het is altijd al een jongensdroom geweest. Maar mijn challenge voor vandaag wordt een kusje van Pardijn vragen. Ik kom voor dan. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. In ieder geval, we gaan even in de rij staan. En we gaan eventjes wachten op ja, die twee anderen. Want die zijn te laat. Die hebben we gewoon laat gemaakt gisteravond. Ik heb al 3 keer zo in de rij gestaan. En nu wordt de rij alleen maar langer. Dus wij gaan... nu de weg. We zijn net binnen en de eerste attractie van vandaag wordt pinnen. Want ja, zonder geld kun je hier weinig gaan doen. Dus dat gaan we als eerste doen. In ieder geval, onze 2 mystery guests, zo wat moet ik het eigenlijk wel noemen. Die hebben zich gewoon dik verslapen. We hadden afgesproken eigenlijk om 12 uur. Toen werd het 1 uur. En nu is het 1 uur. En nu zijn ze net pas wakker. En dan moeten ze ook nog een uur gaan rijden. Dus we hebben besloten dat we even het park ingaan. En als ze er zijn... dan geven we die kaartjes af bij de ingang en dan kunnen hun ook naar binnen. Ik ben wel zo lief geweest om alvast een parkeerkaartje voor hen te halen. Wij gaan deze attractie eerst doen en dan gaan we kijken wat er eigenlijk allemaal open is. Want de afgelopen dagen zijn een paar dingen dicht geweest en dat is wel een probleem geweest volgens mij. Want op zaterdag zou eigenlijk het park ook tot 8 uur open zijn, maar het is toen dicht gegaan om 6 uur. Er staat hier ook om geld te halen? Ja. Oké, nee, omdat hij tegen dat hier... Ik praat altijd tegen dat ding. Ja. Dat is wat ik doe. Nee, maar kon zijn dat je de kluis wou laten zien of zo. Nee, dit is de eerste attractie die wij vandaag doen. Dit is de eerste attractie, jij kan er helemaal in, hè? In ieder geval, wij gaan pinnen. Dat gaan we nu eerst doen. En dan gaan we wel kijken wat we daarna gaan doen. Jamie wil in ieder geval wel chocomel hebben. Ja! Ik had dus op Twitter gezet dat ik naar de Efteling zou gaan. En er is iemand zo erg van geschrokken, dat is echt... ontzettend raar, want die man die heeft gewoon nu nog steeds zijn mond open. Ik heb echt zoiets van 5 dagen geleden getweet. En die man staat nog steeds gewoon met zijn mond open zo van... oh my god, hij komt gewoon langs. Hij heet Gijs. Hij is al 3 maanden abonnee. En hij eet graag dingen. Dus dat geven we hem ook maar. Zo, hij zuigt ook nog. Dus wij weten wat hij nou achter doet. In ieder geval, we gaan nu richting de hoofdingang weer. Want volgens mij zijn onze 2... mystery peoples ergens in de buurt. Dus wij gaan daar nu naartoe. Ze staan bij de poort. Tenminste, dat zeggen ze. Maar, wat hebben wij, Jamie? Wij hebben een ticket. We hebben een ticket. En ze zei dat ze bij ingang 6 stonden. Ik heb geen idee waar ingang 6 is. Maar, wat we wel gaan doen, is hun even een liedje laten zingen. Weet je een leuk liedje, Jamie? Nee. Want het is ook aan de entree, dus het kan ook zomaar zijn dat er nog heel veel mensen zijn. Dus dan is het helemaal grappig. En daar staan ze hoor. Ze zijn veel te laat. Ik heb een kaartjes. Tess. Kabouter. Kabouter? Kabouter. Kabouter. Laat me naar binnen. Laat me naar binnen. Ik ben iemand vergeten. Ja, was je vriendinnetje? Die ben ik thuis vergeten. Ik heb wel alles mee, ik heb wel eten en zo, dus dat is wel lekker. Dat maakt niet uit. Nee, toch? Nee. Hé, maar ik had iets bedacht. Ik heb jouw kaartjes hier. Ja. Even een liedje zingen. Wat voor liedje wil je? Ja, weet ik niet. Jij bent te laat. Wat zing je als je te laat bent? Ik ben te laat. Het spijt me zo. Ik ben te laat. Ik ben te laat. Yes! Wij gaan Wouter en zijn vriendin, die hij vast wel mee heeft genomen ergens, maar ja goed, ze is wat kleiner dus. Wow. Wij gaan naar, Wouter gaat naar binnen, wij zijn er binnen. Ja. Let's go! We gaan naar de Efteling en wat ga je dan doen? Yup, schaatsen. En iedereen is er hartstikke slecht in. Ik ben benieuwd of ik er nog kan. Volgens mij doe ik het echt heel verkeerd en ik ben al zeker dat ik op mijn gezicht ga, want ik heb het echt al heel lang niet gedaan. Dus ik ben ook wel een beetje... Ik kan niet eens filmen en schaatsen man. Ja, dus... Dat ziet er goed uit. Weet je nog dat we dit wel erin moeten doen. Maar goed, wij gaan proberen te schaatsen. Zover dat lukt. 12 seconds later. Ik moet zeggen, het is een stuk moeilijker dan ik had verwacht eigenlijk. Maar ik denk persoonlijk dat het komt omdat de schaatsen nogal bot zijn. Want net toen de camera uitzette ging ik meteen op mijn gezicht. En ik viel dat ook weer bijna, maar op zich is het ook weer niet zo erg eigenlijk weer. Maar ik vond het trouwens best wel dat ook heel veel mensen mij herkennen eigenlijk. Wat ik eigenlijk niet super erg had verwacht. Ik had verwacht dat er mensen waren die mij zouden herkennen. En de hoeveelheid die het eigenlijk tegenkomt, maar ook mensen die gewoon niks durven te zeggen eigenlijk. En daarna, als je ze weer tegenkomt, vragen ze het eindelijk wel. Dat is op zich best wel apart. Want hier staan op mij eens dan ook nog steeds. Kijk maar. Jij staat gewoon te kijken hoe ik zo vet anders te vloggen. Ja, neem maar mee. Neem maar mee. Nog een verrassing, maar die verrassing die heeft Wouter net gefixt. Ja, ik ben de fixer. Dus het is zeg maar een soort kerstcadeau nog. Een soort van. Is dat zo? Geen idee. Oké, blijkbaar. Maar dit is dus zeg maar gefixt en de dames weten helemaal van niks. En wanneer gaan we het ze vertellen? Wanneer we er zijn. We gaan er gewoon heen rijden en dan zien ze het wel. Maar ja. heb je een navigatie? Ja, die heb ik wel. Okay. Ja, maar ik rij alsnog fout. Ik bedoel, ik heb navigatie en dat is nog apart kaart. Publiek, hallo! Hallo mensen! Wij gaan nog even schaatsen, proberen niet op ons gezicht te gaan. Dus, wij gaan zo meteen het park uit, maar eerst zaten wij... Nou, we gaan slechtste timing al in. Doorlopen. Wij zaten bij het vuur, lekker vuurtje. En nu gaan we kijken naar een of ander, hoe heet dat? Aquanura. Aquanura. En daarna gaan we naar de... Mac. En dan heb ik niet over een MacBook, maar gewoon over een Mac als een eten Mac. Wat ga je nemen? Mac chicken. We gaan dus nu even kijken en dan gaan wij richting de auto en richting het eten. Dus ik zie jou als ik aan het eten ben. En dat is ongeveer nu. Ja, we zijn niet bij een McDonald's, we zijn bij een sushi restaurant. Jullie wisten het niet helemaal. Nee, zij dachten dat ik het wist, maar ik wist het ook niet. Ja, ik was wel aan het uithoren toen jullie op een gegeven moment stroopwafels gingen halen. Dacht ik van nou, kijk, lekker. Hoe hadden we ook ergens anders kunnen zitten dan in een sushi restaurant? Ja. Ik bedoel, als je onze Instagram volgt, ik denk dat echt 80% sushi is ofzo. Wij gaan lekker eten. Ik heb echt ontzettende honger. Dus, let's dig in. Het smaakt. En toen was ons eten alweer op. Ja, ik zit ondertussen alweer in de auto. Afslaan. Daarna neem de tweede afslag links. Dat dus, al dus het omdoor. Wij gaan nu weer richting huis. Het is nog, even kijken... Een uurtje en een kwartier rijden. Het is nu 10 voor 12. En ik hoop dat als ik thuis ben dat het toch stiekem nog wel internet is. Want ik moet rechts afslaan. Daarna links afslaan. Je doet niet wat je wil. Maar goed, ik hoop in ieder geval dat er nog internet is. Want ik ga dit editen natuurlijk. En dan is het wel handig als je internet hebt, want soms kom ik met ideeën, hartstikke briljante ideeën. En dan heb ik dan internet nodig, omdat ik soms plaatjes zoek en dat soort dingetjes. Wouter en... om te draaien, daarna links afbuigen. Wouter en Marisha die zijn al in hun auto. Als het goed is komen hun nu langs. Ik weet niet zeker. Komen hun nu... Nee, ze gaan achteruit. Oh nee, ze draaien om. Ze draaien om, jongens. Dus draai om! Oh, in ieder geval wat wij morgen trouwens wel gaan doen, dat is trouwens wel leuk, is vuurwerk halen. Woe! We gaan morgen vuurwerk halen en wij gaan... naar je vader? Ja, en ik krijg een Xbox One. Dat is super awesome, namelijk een sponsor van mij, dan mag ik eigenlijk wel zeggen. Coinsfifaco.nl, ik weet niet of je het kent, maar dan kun je dus FIFA coins kopen. Jij raadt het nooit. En als je daar de code Colijn gebruikt, krijg je 7% korting op jouw FIFA coins. En van hun krijg ik een Xbox One. Dus echt super awesome. Check even hun website, die staat hier beneden. En wat krijg ik morgen nog meer? En hopelijk een nieuwe bureaustoel. Want ja, dat heeft al eventjes geduurd. En ik hoop dus echt dat die morgen eindelijk bij mij aankomt. Wij hebben in ieder geval tot nu toe een hele leuke dag gehad. En we hopen dat we veilig thuis aankomen. Want het is bijzonder koud en het is bijzonder glad. Want Jamie is bijna gevallen. Ja, klopt. Het is echt heel erg. Ja. Maar ze leeft nog. En daar gaat het om. Op naar huis! En ook aan hele leuke dagen komt het eind. Ik zit weer in mijn redelijk rommelige kamer. Die ik maar niet kan opruimen omdat ik echt ontzettend veel dingen heb gedaan de afgelopen week. Wat ik trouwens even wil zeggen is... een gelukkig nieuwjaar, want als ik dit upload dan is het 1 januari 2015. En ik denk dat dit gewoon het moment is om een fijn 2015 te wensen aan jou. En ik hoop dat je heel veel kinderen krijgt dit jaar. Dat is een grapje natuurlijk. Ik hoop dat je een fijn jaar krijgt. Mocht je gepest zijn of zo, dan wordt dit het jaar waarop jij niet meer gepest gaat worden. Tenminste, ik hoop het voor je. Ik kan je natuurlijk niet beloven. Wat ik je wel kan beloven is dat het awesome wordt. Laten we het zo zeggen, want de Dutch YouTube Gaming komt eraan. Het is nu nog minder dan 5 maanden. Besef dat gewoon. Het is gewoon minder dan 5 maanden dat de Dutch YouTube Gaming er is. En ik heb er super veel zin in. Jamie heeft er super veel zin in. Toch, Jamie? Ja! En ik hoop jij ook. En natuurlijk komen ook nog andere dingen aan. Want wat ik nog niet mag zeggen, maar wat ik wel een heel klein beetje ga vertellen, is dat er andere soort video's komen. En ik kan eigenlijk wel een hint geven. Dit mag ik trouwens wel zeggen. Bijvoorbeeld dit. Dit komt eraan. Ik weet alleen niet hoe ik het ga doen. Er is namelijk een manier die ik wil gaan doen. Die ik zelf altijd super leuk vind om te zien. En het zelf ook wel eens proberen. En kijken hoe dat voor jou is. Wat er ook aankomt, is... iets super vet. Het is echt heel vet. Maar ik kan het gewoon niet zeggen. Ik mag het niet zeggen, weet je. Dat is het meer. En de reden daarvoor is dat ik mensen zeg maar niet wil teleurstellen, weet je. Stel, ik zeg dus iets. En dat vind ik zelf, vind ik dat altijd gewoon een stuk minder. Is dat als ik dan iemand mij iets beloofde. En ik zou het dan zeg maar niet krijgen. Om, zeg maar, dan was ik gewoon heel erg teleurgesteld. En dat wil ik jou gewoon niet aandoen. Dus... als het zover is, ga ik het meteen op Twitter zetten. Dus volg me op Twitter, dat is @Colijn. En hou daar gewoon even in de gaten wat er binnenkort aankomt. Wat ik morgen al mag doen, is ontzettend vet. Ik zit te twijfelen, zal ik het gaan vloggen of niet? Zal ik een extra video doen, omdat het natuurlijk 2015 is. Ik ga erover nadenken. Misschien wel, of misschien ook niet. En als je dat wil weten, abonneer dan ook even. En dan weet je of je morgen een video is, of die is er niet. En als je toch bezig bent, vergeet niet om de like achter te laten mocht je een leuke video vinden. En laat even een reactie achter. Met, ja, misschien wil jij voor iedereen, alle andere konijntjes ook even een fijn nieuwjaar wensen. En ik ben eigenlijk benieuwd wat jouw goede voornemen is. Mijn goede voornemen is, ja, toch wel meer gaan fitnessen eigenlijk. Dat heb ik de laatste paar weken heb ik dat een beetje laten liggen. En dat komt denk ik een beetje omdat ik ook wel lui ben. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar ook omdat ik het echt best wel druk begin te krijgen. En dat is op zich wel lekker. Mijn goede voornemen is dus meer naar de fitness gaan. En dat kan ook, want ik heb een makkelijke camera om jullie mee te nemen. En dat denk dat ook wel een beetje motivatie is. Omdat jullie dan een soort van motivatie geven. Dat vind ik altijd super cool. Jamie, wat is jouw goede voornemen? Jamie heeft een panda onesie aan. Doe eens je muts op. Ik heb een knotje in. Dit is een panda. Wat is jouw goede voornemen, Jamie? Als ik waterflesjes koop en drink... de fles leeg drinken en niet een paar slokken en dan 3 of 4 weken laten staan en dan, ja. Ik heb hier een heel mooi voorbeeld. Dat vind ik zo zonde. En dan uiteindelijk gooit die water weg. Waarom koop je dan zo'n flesje? In ieder geval, ik ben benieuwd naar jouw goede voornemen. Laat hem hier beneden achter en dan zie ik je bij een volgende video. En dan zeg ik voor nu, doei!